Dit is een nieuwsuitzending over de Bijbel. Ik dacht eerst een uitzending te gaan maken over deze uitzending van Hendrik Palmgren, waarin hij praat met Jay Dyer. En ik ga dat gewoon niet doen. De reden daarvoor is dat zowel Jay Dyer als Hendrik Palmgren zich verliezen in nutteloze woorden. Of nutteloze frasen. Zo zou ik het moeten zeggen. Frases als essentially, basically, what not, and everybody knows this, but nobody wants to believe it. I want to say, to come to my point, I really want... Ik noem dat gewoon Poetins Russisch. En zowel Jay Dyer als Hendrik Palmgren maken zich daar schuldig aan. Wat zij doen is, zij bespreken de evil. En de evil is het enige dat bestaat. Daar zijn we inmiddels achter, dacht ik, of ze niet. Hè? Dit gaat over de Bijbel, hè? Dus, niet fokken met mij, hè? Maar de evil is datgene wat bestaat. En dat kan je ook bespreken. En dat doet dan Hendrik Palmgren. En die Jay Dyer ook. En ze doen wel leuke analyses. Wat mij een ongelofelijke irritatie veroorzaakt, is dat ze het hier niet hebben over de oplossing. Ik kan de hele tijd blijven brullen van... Oh, er is een probleem, er is een probleem. Want in Hollywood heb ik nou weer een film gezien. Nou, en ging Batman bijna dood. Oh, weghollen allemaal. Ja, zo angstaanjagerij. Dus ik ga dat echt niet bespreken. Want ik betrap die jongens op zoveel taalfouten. En die Jay Dyer, laten we even kijken naar dat je iemand weet waar ik het over heb. Dit is Jay Dyer. Kom op. Valt mijn Mac weer uit. Nee toch. Gewoon doorzetten, Perrine, zei ik. Hoppakee, overnieuw. Ja, over geen audio, nee. Die stem alleen al, ja. Ik ga er echt uren over doorzeuren hoor. Maar deze man, ik zal hem even op de pauze zetten. Die heeft dan zo'n kantoor, die zat best vol met boeken. En hier achter hem hangt een poster van Esoteric Hollywood. Hè. Je weet niet precies wat het ligt, ga ik helemaal niet uitleggen, anders beledig ik jullie. Hè. Maar daar zit een esoterische kant aan. En wat is esoterie? Ken je dat woord? Je hebt esoterie en exoterie. Wat is het verschil tussen esoterie en... Dat was mijn bierblikje. En exoterie. Dat was ook mijn bierblikje. Voor de rest hoor je... Stel ik je bouwvakkers op de achtergrond met een sekelzaag. Maar dat overleef ik ook wel. Maar goed, achter die vent hangt dus Esoteric Hollywood. En dat is een boek dat hij geschreven heeft over de esoterische kant van al die Hollywood films. En ik denk dat hij een christen is hoor. Zoiets heeft hij zich wel eens laten ontvallen. Dat hij wel een Bijbel leest. En hij is een ontzettend goede analyticus. Eigenlijk wil ik hem ook niet afzeiken. Ik vind dat hij zijn woord wat compacter mag houden. En als je dit gaat maar gewoon bekijken. Je ziet de link wel bovenin staan, toch? Hè? Ik zal er even oplezen. Twin Peaks Esoteric Symbolism Decoded. Dat betekent dat die uitzendingen van David Lynch, dat was toen zo'n televisieuitzending, zo'n serie, heette Twin Peaks. En die gaat hij dan ontleden aan de binnenkant van waarom trekt dit ons aan? Wat heeft David Lynch hiermee bedoeld? Er zit veel achter hoor. Heel leuk. Maar
het gaat niet over de Bijbel. Occult staat hier ook, hè? David Lynch, David Lynch's Occult Series. Occult betekent verborgen. Hier ga ik dus niet verder niet over hebben. Ik moet wel zeggen, in het begin zitten ze echt te haperen en te stotteren allebei. En dan vooral die Hendrik Palmgren. Maar op het uiteindelijk, na iets van 3 kwartier, dan komen ze wel op gang. En dan gaat Jay Dyer, die gaat er ook helemaal los op. En dan, ja, dat is eigenlijk best wel aardig aanzien. Maar goed, daar wou ik het dus niet over hebben. Dat was gewoon waar ik het niet over wilde hebben. Ik wilde het hebben over de Bijbel. Want dat is een iets positiefs. Of zoals Arthur Schopenhauer zou zeggen, iets negatiefs. Maar ja, Arthur Schopenhauer was een wijsneus. Kijk, de Bijbel, dat is een boek. En er wordt al sinds jaar en dag aan geknutseld en gedingest. En dat is maar 1 boek. In het jaar 1611 is met het geld ter beschikking gesteld door koning Jacobus de Eerste, King James de First. Is een Bijbel gemaakt. En die is geweldig. Die klopt helemaal. Naar mijn mening dan. Hè? Je kan zeggen, ja, het is Engels. Het is een beetje moeite hebben met het begrijpen van het een en het ander. Hè? Wat staat er dan? Maar dan heb je ook nog Nederlandse vertalingen. En die helpen je daar ook bij, hoor. Als je de Nederlandse vertaling erbij pakt. De Nederlandse vertaling van zo'n vers wat je dan niet begrijpt. Pak je de Nederlandse vertaling van waar bestaat de Bijbel? Of ik heb het van het Nederlands Bijbelgenootschap, het NBG. Je kan ook de Geneva Bijbel kan je er ook bij pakken als je de King James niet begrijpt. Dan kan je leiden tot inzicht. Geen enkel probleem. En waarom de Bijbel? Waarom is de Bijbel het enige boek? Oftewel, waarom is de Bijbel het woord van God? Nou, dat komt omdat die Bijbel al 2000 jaar, en het Oude Testament nog daarvoor, in onze haren zit. De Mahabharata. Wie klaagt er over de Mahabharata? Is de Mahabharata ooit verboden? Nee. Is de Dhammapada van Siddhartha de Boeddha ooit verboden? Nee. Is de Tao Te Ching van Lao Tse? Is dat boekje, dat is maar 60 pagina's of zo? Is dat ooit verboden? Nee. Is de I Ching ooit verboden? Het oude orakel. Dat is van voor Confucius. Dus het moet meer dan 3000 jaar, 4000 jaar. Origineel in het Chinees of wat het in die tijd ook maar was. Opgeschreven. Is de I Ching ooit verboden? Nee. De werken van Confucius. Confucius was een tijdgenoot van Lao Tse. En die heeft heel veel opgeschreven over staatsvormen. Het was eigenlijk een soort van Plato, de Griekse filosoof Plato. En dan in China. Hij zei, zijn boodschap was, als die leiders zich nu gewoon houden aan de volgende regels, en het volk zich houdt aan de volgende regels, dan hebben we gewoon citroenen, sinaasappels, huppelende geitjes, elk jaar gedijt. Dan gaat alles goed.
Want dan leven wij in harmonie. Nou, is het werk van Confucius ooit verboden geweest? Nee. Is de Bijbel ooit verboden geweest? Ja. Zit men opzettelijk frasen weg te halen uit de Bijbel, CQ te hermanipuleren, onder terug te verbouwen, rare dingen erin te stoppen en dan precies op dat lullige moment een komma te veranderen of een haakje te gaan zetten? Is dat de vraag? Ja. Het was in de 19e eeuw is er nog een echtpaar voor eeuwig het kot ingestuurd. He, gewoon in een kelder, wegrotte jij. Omdat ze met de Bijbel over straat liepen en vertelden wat erin stond. Voltaire heeft gezegd, Voltaire was een Franse filosoof. In de 19e eeuw, denk ik. Ja, leg me maar neer, maar dat maakt me niet uit. Voltaire, zoek hem op. Van hem is ook de uitspraak. Vrouwen zijn een noodzakelijk kwaad dat zoveel mogelijk vermeden dient te worden. Nou, die vent tussen. Was een idool van Charles Bukowski. Charles Bukowski moet je ook een keer lezen trouwens. Een hele goede Bijbel aanvullende auteur. Je doet gewoon 30 pagina's Charles Bukowski en dan 1 pagina de Bijbel. Een beetje een kopje thee en een Maria kaartje erbij. Ik dwaal af. Maar Voltaire, die heeft dus gezegd, want die wist dus gewoon dat die Jezuïeten, die katholieken, dat ze niet wilden dat wij de Bijbel zouden lezen. En Voltaire is een grapjurk. Voltaire heeft niet alles serieus bedoeld. Dat is gewoon niet waar. In ieder geval, Voltaire heeft gezegd dat die Jezuïeten het verbieden dat het volk de Bijbel leest. Dat is maar goed ook, want ik heb nog nooit zo'n kutboek onder mijn ogen gehad. En dat was een grapje. Dat moet je wel begrijpen. Ik heb geen ruzie met Voltaire. Je mag van mij gewoon van de Bijbel zeggen wat je wil. Ik weet gewoon wat het is. De King James Version, als ik het wel heb. Hè, wat ze in die tijd gedaan hebben. Heb je het over 1611. Toen is die gepubliceerd. Maar wanneer ze begonnen zijn. Hoe nou ze. Maar dat plan was er dus. En toen hebben ze dus 7 teams gemaakt en per team 7 personen, dus in totaal 49 mensen. En die hebben allemaal in teamverband, persoon voor persoon, hè, dus allemaal zelfstandig, hebben ze de kanon, de oude Hebreeuwse, Griekse, wat had je? Want ze wilden wel eens weten wat er in die, hè, want die Latino's, zoals wij die Maxima hebben, zo'n Latino, een Latijnen. Ja, die hebben er wat van gebrouwen. Maar wat stond er eigenlijk? Wat stond er nou? Ja, het proces, als ik het allemaal goed begrepen heb. En je mag me echt e-mailen als je denkt van Perry, je lult dat je niks. Ja, wat ik ervan begrepen heb, is dat ze dus per. Dus iedereen moest elk vers vertalen. Dus 49 mensen hebben dus één voor één gewoon elk vers vertaald. En in het team voorgelegd. En dan werd er binnen de teams, de 7 personen binnen het team, werd er een consensus gekozen van oké, dat is de beste. En die werd doorgespeeld naar boven. En er kwam dus zo'n vertaling tegen 6 andere teams aan. En dan werd er opnieuw beslist. Wat is de beste vertaling? Nou, dat is de King James Version geworden. Hoe belangrijk denk je dat zo'n proces is? En de King James Version, die kan je gewoon online, kan je die raadplegen. Je kan tegenwoordig gewoon lezen. En ze kunnen het niet meer tegenhouden.
Dat zouden ze wel willen, maar dat kunnen ze niet. Want hij staat nu online. En ik heb hier in huis heb ik 3 Bijbels. 2 volledige en eentje met alleen het Nieuwe Testament. Maar dat is ook leuk. En dan controleer ik ook zo'n vertaling tegen de King James. En denk ik, oké, die klopt. Ja. De goede dingen moeten erin staan. En de Bijbel, die is gewoon... Daar is mee gevoeteld. Het christendom, eigenlijk. En het christendom, dat is een anarchie. In ons boek staat... Noem niemand op deze aarde... Je vader. Wij accepteren geen vader op deze aarde. Wij hebben maar één vader waaraan wij gehoorzamen. En dat is net als de papa van Pippi Langkous. Hè? Dat is de grote piraat. En wij kunnen gewoon doen wat we willen. En dat gevoel wat er uit voortkomt, daar heeft de Rooms-Katholieke Kerk sinds jaren dag een ongelofelijke pestekel aan. Ja, waarom dacht je? Nou, dat komt omdat ik, iemand zoals ik ga er helemaal geen slaafje zijn voor een stelletje idioten. Dat doe ik er helemaal niet. Ik geef ze hooguit terug wat van hun is. En ik denk alleen maar binnen deze situatie, oh, nou, dat is apart, zeg. Nou, wat zal ik gaan doen? En aan het christendom hebben ze een ongelofelijke pesthekel. You believe me. Dus, als jij wat wil doen aan het verhinderen van de komende btw-verhoging van 23%, want die is al gepland. Hè? Als je een beetje opgelet hebt op nu.nl, dan weet je al dat 23% btw, ja, die staat al in de startblokken. Maar dan krijgen we zo dadelijk een verhoging naar 27% btw. Dat heb ik jullie nog niet verteld, maar zo denken die mensen, die denken in stapjes. Als je 27% btw hebt hier, en je hebt al 80% accijns, dan heb je over die accijns nog 27% btw. Ja, dat kort... Ik zou, als ik jullie was, gewoon onmiddellijk beginnen met uitsluitend kraanwater te drinken. De alcohol wordt zo dadelijk onbetaalbaar. Zo gaan deze dingen in deze wereld. Als je daar tegen in wil gaan, lees je Bijbel. Doe dat gewoon. Gewoon in je eentje. En word wijs in jezelf. Snap dat de Bijbel zichzelf uitlegt. En als je twijfelt, dan kan je dus altijd een Nederlandse vertaling erbij pakken. Of je gaat op het internet kijken of er iemand iets over te vertellen heeft. Of je kijkt in de Geneva Bijbel. De Geneva Bijbel is geannoteerd. Dus er zijn aanwijzingen in. Net als bij een videogame. Je moet niet gelijk... Oh, moet je zo doen. Oh. Dat is niet eerlijk winnen. Eigenlijk moet je de Bijbel gewoon begrijpen zoals die is. En die praat heel lief tegen je. Want God houdt van jou. Dat is een hele goede om bij stil te staan. Dat in de Bijbel duidelijk staat. Dat in den beginnen schiep God hemel en aarde. Zullen we het even bijpakken? Ja, dat heb ik toch wel goed gezegd. Oh, ik ben nu ook gewoon een beetje zenuwachtig. Ik ga hem toch even bijpakken. Dan weet ik niet zeker dat ik wat ik zeg, dat het waar is. Ga naar een punt toe. Genesis 1 vers 1. Het begin. Is aan het. In het begin, God creëerde de hemel en de aarde. Dus God staat buiten de existentie
dat wat we God mogen noemen. Die die wij mogen prijzen. Staat buiten de existentie. De existentie is dat wat hij gecreëerd heeft. En die heeft als volgorde hemel en aarde. En daaraan vooraf heeft hij tijd gecreëerd. Hij zei op een gegeven moment, oké! Okay! Was in feite een soort Big Bang. In ene was daar een hemel en een aarde. Iedereen schrok zich dat prettig. Nee, is een geintje. Maar God staat dus buiten de existentie. God existeert niet. God is degene die het begin is en het einde. Dat is onze Vader, noemt Christus Jezus. Die waakt over ons. Vind je dat moeilijk te geloven? Denk ik. Die denk, hij waakt over mij. Maar laatst wilde ik naar de frietent. En ik dacht, dan kreeg ik een patat met frikandel. En toen was de frietent dicht. En waar is God dan? Nou, ik heb gewoon een keertje pech gehad. Dat is niet het probleem van God. Zo is het niet. Hij waakt over ons. En als je het Nieuwe Testament, want dit is maar het begin van het Oude Testament. Maar als je je hier doorheen weet te worstelen. En dan moet je echt gapen, jongen. Ik zou rooibosteden bijnemen en Maria-kaakjes of zo. Weet ik veel, kaasknabbeltjes als je geen veganist bent. Als je het Nieuwe Testament komt. En wat je dus vertelt. Dat er iemand voor jouw zonden gestorven is aan het kruis. En dat veroorzaakt, als je dat goed begrijpt, en dan moet je het goed begrijpen, dan maak je dat los van je ellende. Want het bestaan van God, dat is niet. God existeert niet, want hij heeft de existentie veroorzaakt. Dat punt 1. Dus als je zegt van God bestaat, dan klets je uit je nek. En als je zegt God bestaat niet, dan klets je nog mogelijker uit je nek. Je moet gewoon zeggen, God heeft het bestaan veroorzaakt. En God is degene die de oorzaak is van alles. En in het Nieuwe Testament, daarin staat het verhaal dat God zijn enig geboren zoon heeft gestuurd. En wij mochten daar een soort van kunstwerk van maken, door hem te spijkeren tegen een stelletje balken. En hopelijk een doekje, een soort vrijmetselaarsdoekje, voor zijn geslachtsdelen. Dat betekent dat God van ons houdt. Want Christus Jezus en God, dat is één en dezelfde persoon. Christus Jezus houdt van ons, dus houdt God van ons. En hij heeft het hele mooie boek voor jou en mij achtergelaten. Om te lezen natuurlijk. En dan kan ik wel gaan voorlezen. Dat doe ik ook samen met Jurre Kliesman. En zelfs met Marco Robinson. Maar het is ook heel erg leuk om het zelf te gaan doen. Sla maar eens ergens open. Schaf maar een Bijbel aan. Wat kost een tweedehands Bijbel eigenlijk? Even kijken. Tweedehands. Geen boeken, Bijbel. Om vingers in het fout. Ja. En welke moet je dan hebben?
Wat zouden ze hier verkopen? Keuze uit verschillende Bijbels, oké. Okay. Wat kost het niet, man? Dat kost dus ongeveer, pak een beetje, oh, €32,50, oké. Okay. Deze zou ik niet doen, dat is veel te goedkoop. €14,95, nou, sorry hoor. Kijk, met een Bijbel, dat is één keer aanschaffen, je moet een goede hebben. Gewoon, even kijken voor de King James. King James Bijbel. By. Oh, sorry. Oh, hier. Is dat helemaal... Dit kost er helemaal geen rol. Hier, de geautoriseerde versie van King James. En dat kost je... nog geen... Jeetje. Nou, dus iedereen kan gewoon een King James kopen. Ja, kom op. Maar, neem je eigen King James, man. Deze moeten wel goed zijn. Dus je kan het allemaal zelf nazoeken. En serieus, echt heel serieus. Hè? God houdt van ons. Daar gaat het om. Hij heeft ons geschapen naar zijn evenbeeld. Hij is de schepper. Ja. Dus zijn wij scheppertjes. Shepherds. Schaapherders. Shepherds. Scheppers. Wij moeten scheppen. En hij heeft zijn woord op laten schrijven in dit boek. En dat hebben onze voorvaderen gedaan. En daarmee mag je daar echt wel aandacht voor hebben, hoor. En dat gezeur met een nieuwe wereldorde. En, ja, wat helpt het tegen? Ja, dit... En aan de andere kant, ik ken ook mensen die zeggen, ja, ik weet al lang hoe ik mij moet gedragen. Daar heb ik dat boek niet voor nodig. Dat doe ik zonder meer wel. Ik gedraag me namelijk gewoon. Ik blijf met mijn tengels van de wijven af, bijvoorbeeld. En die hoeven van mij niet te gaan kopen. Het is wel goedkoop, zeg. Nou, 9,33. Oh, dat is een paperback. Ja, die is ook wel goed. Ik zou hem zelf wel willen hebben. Dat kost 2 werkdagen. Nou zeg, dan moet ik lang wachten. Nou, heb je hem. Dit boek, dat kostte vroeger een jaarsalaris van een aristocraat. Wist je dat? Nee, dat weet je niet. Ja, dat was wel zo. Je kon het ding wel in handen krijgen, maar dat kostte je echt een rip uit je lijf. Om het maar even op z'n Bijbels te zeggen. En tegenwoordig is het dus een tientje. Ja, heel veel cent kost of zo. Je haalt het af. Met die deelauto die je hebt met een paar vrienden. Tegen zijn vriend zegt van wil jij voor €5 even rijden, dan ga je er gewoon naartoe en dan pin je daar gewoon bij de palie en dan heb jij de holy fucking Bijbel, het meest zorgvuldige boek waar naar mijn eer en geweten voorlopig meer in staat dan dat jullie ooit gelezen hebben. Dus jullie hebben de Bijbel voorlopig nog niet uit. Daar heb ik ook over nagedacht van. Want niet dat ik de Bijbel uit heb, maar als ik er zo'n beetje in de rondte kijk, dan denk ik, ja jongens, als we nu in het einde der tijden zitten, ja, dan is toch eigenlijk de Bijbel uit. Nee, natuurlijk niet. Niemand heeft hem ooit helemaal gelezen. Niet, ja, er kunnen mensen zeggen, ja, ik heb gedaan hoor. Ik ging gewoon elke avond en nam ik gewoon zoveel pagina's. Ja. En wat heb je onthouden? Helemaal niks.
iemand ooit, er was een mooie over de Bijbel. Gewoon over de Bijbel, hè. Oh, niet zeuren tegen mij, ik heb het over de Bijbel, hè. En ik had mijn schoonmoeder aan de lijn. En ik vertelde tegen haar dat haar dochter, dus de moeder van mijn kind, die wilde graag wat meer vrijheid om met andere mannen om te gaan. Hè. En daar had ik een beetje moeite mee. Dus zij zei dus, de moeder van mijn kind, zei toen tegen mij, van ja, als je dat mij niet toestaat, dan zorg ik ervoor dat jij je dochter nooit meer ziet. Nou, dat vond ik een schokkende opmerking. Zij wilde gewoon gaan op Amsterdams, even terug naar normaal Nederlands. Niet politiek correct of zo, maar zij wilde gewoon gaan neuken buiten de deur. En ik had daar moeite mee. En ze had zoiets van, ja, fuck you. Want ik zorg voor, ik verbreek de band tussen jou en wat zij dan haar kind noemt. Nou, hoe moet je daarmee omgaan? Wat is die situatie? En mijn schoonmoeder, die zei toen, lees het boek Hosea. Heeft de King James er hier aan staan? Jawel, ja. Ga er nou niet doen, hoor, maar in ieder geval over dit boek had ze het. Het Oude Testament. Hosea was een kleine profeet. Zo gaat hij dus voor het leven. Door het leven. Gaat hij voor, ja. Hosea. Ik kan nou niet voorlezen. Dat is een prachtig verhaal. Want wat moest ik? Ik had een kind van 5. En die geloofde in alles. Die hoeft alleen maar boe te zeggen of bad te zeggen. En, nou, ze was als was in mijn handen. Maar ze was ook als was in de handen van haar moeder. En ze vond ons allebei even goed. En haar moeder wilde niet dat ik nog langer contact had met mijn kind. En die heeft er alles aan gedaan. En dat is haar tot op zekere hoogte goed gelukt. En uit dit boek haal je dan als man in zo'n situatie troost. Zij zei het, mijn schoonmoeder zei tegen mij, oh wat erg, ga Hosea lezen. En dat bood troost. Dat je denkt van, als Hosea dit kan, dan kan ik ook wel zoiets. En dan ben ik maar een kleine profeet. Dat maakt namelijk niet uit. Je moet begrip hebben. Je moet begrijpen hoe dingen tikken. Je moet op tijd zijn. Ik zit de hele tijd de klok in de gaten te houden, want ik lul maar door. Ik ga afsluiten. Ik vind het een hele mooie geweest. Over de Bijbel. En ik ga nadenken over mijn volgende. Over de Bijbel. En misschien dat we dan... Dat ik wel in mijn eentje ga Bijbel lezen. Of ik ga iets anders voorlezen. De Bijbel is het meest zorgvuldige boek wat er ooit geschreven is. Daar staan... dingen in, er staan voorspellingen in, er staan profetieën in. Profetieën die zich waarschijnlijk nog een tijdje zullen gaan herhalen, net zolang totdat jullie allemaal de Bijbel begrijpen. En tot die tijd blijft het gewoon, zoals Voltaire zei, blijft het gewoon een kutboek. Klote boek. Op zijn Amsterdamse. Ja, is het maar zo. Maar er komt een dag en dan begrijpen we dit boek. En dan herhaalt dit boek zich niet meer. En dan komt dus Christus Jezus terug. Zoiets. Want ik denk niet dat Christus Jezus nog een keer terug gaat komen om zich nog een keer aan een stelletje bouwvakkerbalken te laten spijkeren. Oh, deze moet er echt even uit.
Er is een mop. Er was een man, een familiebedrijf. En die heette Van Leeuwen. Om even de mop toe te lichten. Christus Jezus was van de stam van David. En de stam van David was de Leeuwen. Die heette dus Van Leeuwen. En die maakte spijkers. En die begonnen een reclamecampagne. En dan hadden ze dus een namaak Jezus of zo. Ergens aan balken gespijkerd. En dan daaronder met een bordje. Dankzij de spijkers van Leeuwen hangt hij, met een hoofdletter hij, hier al eeuwen. Nou, de Rooms-Katholieke Kerk die vond het gewoon snoepen uit de snoepdoos zonder toestemming. Dus die begon dus een probleem erover te maken. Ze zeggen, ja, hallo, Jezus aan het kruis genageld. Dat gaat even niet. Dat is onze copyright. Dus toen moest die firma Van Leeuwen, die moesten dus overal die Jezus eraf halen. Ja. En even later stonden er allemaal lege kruisen. En er stond, of het bordje hadden ze vervangen. En daarop stond, nou is hij, met een hoofdletter H, omlaag gepleurd. Met spijkers van Leeuwen was dat nooit gebeurd. Nou, en toen werd er die katholieke boos, hoor. Hey, vrolijke afsluiting. Ik ga hem even lekker terugluisteren. En ik ga hem weer oppakken. Want ik heb nog wel meer dingen te vertellen over de Bijbel. Ik denk dat het echt belangrijk is dat jullie daar kennis van nemen. En dat je een goed onderscheid maakt tussen het christendom en het katholicisme. Dat is het christendom en Babylon. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Wij dienen de Heer. Wij dienen de Vader. Wij dienen niet een mens. Hier op aarde. Knoop het in je oren. Van achteren. En van voren. Als Hamburgs. Zou ik zeggen. Tjus. En dag, liefjes.